ربك يؤنسه القران كنزك لو تدري ما وبصائر خيره مشبعه فيه الرفعه والايمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين En welkom, geliefde broeders en zusters, bij deze aflevering op dag 6 van Ramadan. Waarin wij weer gaan praten over de Koran, bi in ta'ala. En waarin wij proberen onze harten te laten bloeien in deze gezegende maand. Zodat wij na deze maand niet hetzelfde meer zijn als voor deze maand. En onder andere om jezelf te redden en om jouw ummah te helpen die jouw hart nodig heeft. Vandaag gaan we het hebben over de bijzondere functies van de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de Koran geopenbaard en hij heeft er twee hoofdfuncties voor gemaakt. Deze twee hoofdfuncties zijn te beschrijven in de vorm van al-risalah, de boodschap, en al-mu'jizah, het wonder. Al-risalah is de boodschap van de Koran. Deze boodschap is een boodschap van leiding. Dat betekent dat deze Koran jou leidt in jouw leven... Hoe je moet leven richting de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt: Deze maand Ramadan, waarin de Koran is geopenbaard, als wat? Wat voor functie? Een leiding voor de mensen. Een leiding naar de winst. Een leiding naar de tevredenheid van Allah. Een leiding naar het ultieme geweldige eeuwige leven. Maar de Koran heeft ook een tweede hele belangrijke functie, en dat is al mujizah En el mujizah is uh, het wonder. En in wat voor vorm moeten wij dit gaan begrijpen? De Koran is een wonder. Wat doet dit wonder? Wat is de functie van dit wonder? De functie van dit wonder is dat het eigenlijk jou bij je hand meeneemt en jou uit de duisternis naar het licht brengt. Van een volume naar een noer, naar de weg van licht, ja, van de duisternis naar het licht, dat is wat dit wonder doet en dat is eigenlijk een wonderbaarlijke functie, met andere woorden de boodschap leidt de mensen hè, naar het rechte pad en de, het, het wonder dat laat de mensen zien dat ze deze boodschap moeten volgen ja, door middel van het wonder en Allah heeft dit uh, samengenomen in de ayah, in suratu al-ma'idah, waarin hij subhanahu wa ta'ala heeft gezegd قد جاءكم مِنَ اللَّهِ nurun" Wakitabun, Mubin, er is tot jullie gekomen. Vanuit Allah, een Noer, een licht en een duidelijk boek. Wat doet Allah met dit boek? Allah leidt ze, middels de Koran, naar het rechte pad, naar Zijn tevredenheid. En dat is de recelle, dat is de boodschap. En dan komt het gedeelte van het wonder. Het gedeelte van een wonder is dat de Koran jou uit de duisternis naar het licht redt. Dat betekent de Koran laat jou zien in wat voor duisternis jij leefde en hoe geweldig het leven in het licht is. Zonder allerlei regelgeving of wat dan ook, dat is de functie van het wonderbaarlijke gedeelte. En zo zie je dat de Koran kracht heeft. De Koran is een geweldig middel om jezelf, om je leven, om je situatie, om de umma, om de gemeenschap te verbeteren naar een hoger niveau. In deze vraag gaan we het heel erg kort houden. We hebben net gezien dat de Koran twee functies heeft: een boodschap en een wonder. Zoek in juz nummer 6 een ei op. Die deze twee functies duidelijk maakt van de Koran. De Sadaqah, het geven van liefdadigheid, het geven aan anderen en de eigenschap van vrijgevigheid. Wat zegt de Rasulullah hierover? De profeet Sallallahu alayhi vertelde ons een verhaal over de profeet Yahi, en hij zei. إن الله اوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. الله heeft يحيى ابن زكريا vijf dingen opgedragen om uit te voeren en om بني Israël, de kinderen van Israël, op te dragen om ze ook uit te voeren. Nou, en dat is een lange hadith en hij noemt een aantal dingen op tot hij komt bij één van deze vijf zaken en hij zegt وَأَمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ.

De profeet geeft daarna een voorbeeld van degene die Sadakah geeft, waar lijkt dat op? Ja, ja, Ibn Zakaria zegt: en dat is net als een man, die is gevangen genomen door de vijand. Vervolgens hebben ze zijn handen vastgebonden aan zijn nek, en vervolgens hebben ze hem gebracht om zijn hoofd af te hakken met een zwaard. Hij stond gewoon klaar voor de doodstraf. Toen zei hij tegen ze: "Vind jullie het goed? als ik mezelf vrijkoop van jullie, hè? dat ik jullie een bedrag geef en ik mezelf daarmee vrijkoop. En ze gingen akkoord en hij ging vervolgens zichzelf vrijkoop met alles wat hij kon vinden, met weinig en veel. Iedere keer als hij wat kon vinden, gaf hij het aan ze, totdat ze eigen genoeg hadden en hem vrij hebben gelaten. Subhanallah. Denk na over dit. Dit is een metafoor. Dit is zeg maar hoe as-sadaqa eigenlijk. Met de mens doet. Als sadaqah is als het ware jezelf vrijkopen van wat? Van de straf, van je eigen zondes. Jij bent gevangen genomen, dus degene, die man die gevangen is genomen, is gevangen door zijn eigen zondes. Jij bent gevangen door je zondes. En denk na over die uitspraak van de profeet sallallahu. Hij begon veel en weinig te geven. He? Van alles wat hij kon vinden, begon hij te geven om zichzelf vrij te kopen. Is het dan. Misschien een idee voor jou en mij om onszelf vrij te kopen van onze eigen zonden middels as-sadaqah? Beste broeder en zuster, hoeveel zou je geven om jezelf vrij te kopen? 1 euro? 10 euro? 1000 euro? 1 miljoen euro? Hoeveel ben jij waard? Ieder van ons weet precies wat zijn zonden zijn en hoeveel zijn zonden zijn. En jij weet hoeveel jij moeite moet doen om die zonden te compenseren. Laat vanaf vandaag dus de dag van sadaqah beginnen. En dat jij jezelf vrijkoopt van je eigen zonden door middel van een sadaqah. Wees niet gierig, want die sadaqah die je geeft is voor jezelf. Jij koopt jezelf vrij. Mogen Allah dit van ons accepteren. En mogen Allah ons helpen om te groeien en onze harten te laten bloeien. Allahumma ameen. Subhanakallahumma bihamdik. nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alameen.